In Woudrichem ging zaterdagmorgen 14 december in alle vroegte de Altena Road Tour van start. Een tocht van maar liefst 65 kilometer die roeiend moet worden afgelegd over de rivieren rondom Altena. Ja, we gaan een rondje rondom de nieuwe gemeente Altena roeien. En dat doen we om geld op te halen voor het goede doel. Dit jaar, we doen het al jaren, dit jaar is dat voor de Alzheimer Stichting. En we zijn met meer dan 110 roeiers of zo, plus nog wat geïnteresseerden. En dat betekent, we doen het in estafette. Dus dat betekent dat om het uur of anderhalf uur worden de roeiers gewisseld. En dan in totaal met 8 Sint-Eelskips. De directievoorzitter van de Rabobank Altena Bommel de Waard overhandigde een mooi bedrag als ondersteuning voor het bouwen van een skif in alle 21 kernen. Vandaag hebben we de cheque uit kunnen reiken en dat was een mooi bedrag, een cheque van 15.000 euro. Ja. En waarom is het voor de Rabobank zo belangrijk om hier hun bijdrage aan te leveren? Nou ja, de Rabobank is een betrokken en dichtbij bank en wij vinden het belangrijk om maatschappelijke en economische initiatieven die er zijn, om die te stimuleren. En een van die maatschappelijke initiatieven, dat gaat over de vitale leefomgeving, om die te verbeteren. En nu met de nieuwe gemeente Altena vonden wij het ook belangrijk dat de saamhorigheid, zeg maar, van de kernen, dat die werd gestimuleerd. En daar een initiatief voor ondersteunen, dat doet de Rabobank graag. Het doel van de Altenarengaten is dat iedere kern een eigen Sint-Eelskif kan bouwen. Dat is een schotsysteem. En dat gaat vooral over community building. En wat je graag wil, is dat mensen met elkaar een boot gaan bouwen en dan wedstrijd roeien tegen de buren. Ja, en dan sport verbroedert. Dus dat werkt het best om hier een goede gemeenschapszin te krijgen. Burgemeester Lichtenberg genoot van het spektakel en vindt de Altena Regatta een mooie manier van verbinden. Op zaterdagochtend alle vroegte te zien wat voor enorme bikkels die mannen en vrouwen zijn om met dit Nederlandse weer op de rivier te gaan roeien, dat vind ik al heel erg mooi om te zien. Persoonlijk ben ik niet zo'n roeier, maar ik heb heel veel bewondering voor alle prestaties die mensen willen leveren. Wat ik mooi vind aan de Altena Regatta en het icoonproject daaraan, is dat er op heel veel manieren aan saamhorigheid en binding wordt gedaan. De kernen worden uitgenodigd om samen ook een skif te gaan bouwen. En daar is geld voor beschikbaar gesteld door de Rabobank, 15.000 euro. De gemeente heeft daar geld voor beschikbaar gesteld. En de bedoeling is dat de kernen zelf ook nog een stukje financiering ophalen. En ook mensen enthousiasmeren om dit samen te gaan doen. En er is inmiddels vanuit 8 kernen belangstelling om zo'n skif te gaan bouwen. Er zijn nu skifs die gebouwd worden. Nou, dit kan alleen maar uitgroeien tot een prachtig event in de toekomst, waarin heel veel kernen samen deze rondje Altena gaan roeien. En dat lijkt mij hartstikke mooi om te zien. Tijdens de tocht waren er verschillende punten om van boord van het begeleidingsschip te gaan.